Welkom bij weer een ouderwetse travel video. Het is echt veel te lang geleden, maar eindelijk ben ik weer een soort van op vakantie, een soort van op reis. Ik ben vandaag in Duitsland en morgen en overmorgen ben ik in Luxemburg. Eigenlijk voornamelijk om foto's te maken, maar ook gewoon om sowieso gewoon mooie dingen te zien en mooie opnames te maken. Ik was vanochtend als eerste bij Burg Eltz en dat is een super mooie plek, maar ja, overdag is het veel te toeristisch. Dan moet je eigenlijk gewoon terugkomen als het gewoon buiten openingstijd is, dus super vroeg of super laat. En dan kan je gewoon super mooie foto's maken. En daarna was ik naar het stadje Trier gegaan. Trier, weet ik veel, ook in Duitsland. Maar het was best wel een leuk plaatsje. En daar heb ik ook een aantal foto's gemaakt. Het is nu inmiddels avond en ik ben eigenlijk deze locatie aan het scouten voor morgenochtend. Ik denk dat de sunset vanavond niet zo heel mooi gaat worden. Maar de sunrise morgen wel, want die komt aan het oosten op. En dat is precies goed voor de foto die ik eigenlijk in gedachten heb. Dus ik ga vanavond de locatie scouten en dan zien we wat er gebeurt morgen. Zo, ik heb de locatie gevonden. Het ziet er echt wel gruwelijk uit. Dit is de zogeheten Saarloop. Dat is eigenlijk de ansichtkaart van Saarbrücken, als ik het goed zeg. Zo heet die regio hier. Maar ik ben nog aan het zoeken naar de juiste compositie voor mijn foto. Want ik heb dus twee plekken gevonden. En eentje, die is een beetje recht toe, recht aan. Dan is de foto gewoon recht op de loop, zeg maar. Op de buiging van de rivier. Maar dan heb ik wel het mooiste beeld van de rivier zelf. Dan is de hele rivier echt in beeld. En ik heb een andere plek. En die is misschien qua compositie net iets mooier. Maar dan valt het onderste stukje van de rivier net weg. Dus ik weet het nog niet. Het regent nou een beetje, maar ik ga even exploren zodat ik een betere positie heb gevonden. Oh mijn god zeg. Net toen ik dat laatste stukje had opgenomen, toen liep ik er terug naar boven naar het uitzichtpunt. En toen draaide ik me om en ik zag een keigrote regenboog. Gewoon buiten adem van alle spanning. Het was zo fucking gaaf. Ik klapte het statief eruit, zette mijn camera neer en ik begon gewoon te schieten. Zoveel mooie shots gemaakt. Ik kwam op een gegeven moment een reflectie in het water. De regenboog ging helemaal rond. Dat was super mooi. Nou mensen, goedemorgen. We zijn er weer. Het is 6:15 op dit moment. Het is ongeveer nog 20 minuten tot de sunrise. En ik heb ongeveer een half uurtje lopen stoeien met de compositie die ik wilde maken. Want ik denk dat als ik dezelfde compositie maak als gisteren, dan komt de sunrise niet mooi in beeld. Dat is sowieso een beetje bewolkt, dus misschien komt hij helemaal niet mooi in beeld. Maar goed, ik heb dus een beetje ermee gestoeid. Maar ik heb eigenlijk gebruik gemaakt van de... Kutbeest hier. Ik heb eigenlijk gebruik gemaakt van de app sunrise/sunset. En dan kan je je locatie intoetsen. En dan kan je precies zien waar de zon gaat opkomen en hoe laat. Nou, in dit geval zou die dus ongeveer 6:30 op moeten komen. Ongeveer noordoost-oost. En eigenlijk als je kijkt naar deze situatie en als je kijkt op Google Maps, dan zie je dat het oosten die kant op is. Dus de sunrise moet ongeveer daar komen. Dus ik heb een andere compositie nodig dan gisteren. Dus ik heb hem anders opgebouwd en ik heb hier deze takken gebruikt als een soort van voorgrond. Ik denk dat is misschien leuk. Dus ik ga naar de compositie terugzetten en timelapse starten. En dan, ja, hopelijk gaat het wat worden. Het viel een beetje tegen. Het was een beetje bewolkt en het licht kwam niet echt door. Dus dat was jammer. Er was ook geen mist of zo op het water. Dat had ook wel gaaf geweest. God, nou loop ik weer deze heuvel op. Echt het domste idee om te vloggen, maar goed. Ik ga eerst even terug naar het hotel voor opfrissen. Daarna rijd ik met de auto in Luxemburg naar het plaatsje Mullertal. Daar is een leuke waterval met drie stromingen. Daar ga ik ook proberen foto's te maken. Nou, ik ben aangekomen in het Mullertal gebied. En het is echt super toeristisch hier. Ik kon bijna niet eens een parkeerplek vinden. Maar dit is ook zo'n typisch voorbeeld van low effort, low reward. Je parkeert, je loopt 5 minuten en je bent bij de toeristische plek. Een hele mooie plek, maar die moet je wel delen met 100 mensen. God, loop ik weer de heuvel op. Ik ben zo dom, hè. Goed, ik ga denk ik even de locatie checken. En dan kom ik morgenochtend super vroeg terug om een dikke foto te maken. Nou, dat was mijn toeristische avontuur wel zeg. Echt, het sloeg helemaal nergens op. Massa's aan mensen. Mensen die in het water springen, mensen die onder de waterval gaan staan. Je ziet ook daar een hele mooie grote rots en die is helemaal verpest en dan mensen hun naam erin gaan krassen. Dat is zo kansloos. Je gaat de natuur niet zo verpesten. Maar goed, dat was mijn dagelijkse portie frustratie weer. Het is gelukkig maar een paar minuten lopen. Dus ik ga nu terug naar de auto. Dan ga ik naar Luxemburg stad. Dan ga ik daar even chillen vanmiddag. En dan ga ik ook wat spots checken voor de zonsondergang 's avonds. Dus hopelijk kan ik mooie foto's maken in Luxemburg stad.
En morgenochtend ga ik kei vroeg weer op pad en dan maak ik hier gewoon een mooie landschapsfoto. Zonder dat al die toeristen hier zijn, vind ik echt verschrikkelijk. Dus we gaan gauw verder. Wie van jullie is een OG-kijker van mijn kanaal en kent deze spot nog uit mijn allereerste video die ik ooit heb gemaakt? Laat dan even een comment achter en dan sowieso een shout-out naar jou. Ik ga niet naar hetzelfde restaurant als toen, want die hamburger had ik maar een 7 gegeven. Dat was nog uit mijn tijd dat ik restaurants en het eten een cijfer gaf. Wat ik vanavond wel ga doen, is vanaf hier een foto maken met zonsondergang. Net een avondmaaltijdje op. En de oplettende kijker weet dat dat hetzelfde restaurant is als waar ik 3 jaar geleden was in mijn allereerste video ooit. En ik moet zeggen, ze zijn iets beter geworden. Ik geef deze hamburger een 8. En dit is, pin me niet vast, maar dit is de laatste keer dat ik food ga reviewen. Ik ga nou kijken of ik een foto kan maken hier. Het is een beetje bewolkt, maar misschien wordt het toch wel vet. Goedemorgen mensen, het is vroeg, maar het is nou lekker rustig. Dit is dus een beetje medium effort en iets meer reward. We zijn vroeg opgestaan zodat hier niemand is. Nou kunnen we een mooie foto's maken. Ik ga rustig even wat positie betalen en een mooie foto's schieten. Nou, dan zit ik hier met mijn goede gedrag. Zondagochtend vroeg, 7 uur 's ochtends. Komt er gewoon een meid met een fotograaf een hele fotoshoot houden. Zegt ze, oh, I'm sorry, mogen wij misschien ook hier foto's maken? Nou, je staat op zich wel in mijn beeld, maar het is aardig dat je netjes vraagt. Maar hopelijk zijn ze straks opgerot en als de zon een beetje boven de bomen uitkomt, dat er wat licht op de water komt, dat ik nog een paar foto's kan maken. Het was ook best wel lastig qua licht, omdat het hier zo dicht bebost is, zeg maar. Kan er niet echt direct zonlicht binnenkomen. Af en toe werd het wel mooi belicht, omdat er dan een wolk voorbij kwam. En die wolk werd dan belicht. En dat zorgde voor een mooi zacht licht op de scene. Dus ja, dan ga je gewoon snel wat fotootjes schieten. En nogmaals, ik ben echt een amateur landschapsfotograaf. Dus leer niks van mij, leer van de experts. Maar ik ben wel heel erg trots op het resultaat. En dit zijn de foto's. Ja, daar zijn we dan, deze fantastische plek aan de Lac de Haute Sûre. Het is een uurtje of 7 s'avonds nou en het zou veel mooier moeten zijn dan dit. Het is nou bewolkt, het regent een klein beetje, dus ik weet niet. Ik ben niet zo hoopvol dat het een mooie foto gaat worden. Maar er is kans dat het een klein beetje opklaart en dat we dan weer een fantastische regenboog krijgen. Daar hoop ik eigenlijk een beetje op. En ik hoop ook dat de zon misschien nog een beetje door de wolken heen gekomen. Maar we gaan het zien. Ik was hier vanmiddag ook al om deze locatie te checken en toen was het eigenlijk veel mooier. Want toen heb ik een lekker broodje zitten eten in plaats van foto's gemaakt. Dus het is helaas niet anders, hier moeten we het mee doen. Op zich zaten er best wel wat leuke foto's bij, maar het waren helaas niet de knallers waar ik op zat te wachten. De zonsondergang valt een beetje tegen. Het is nu inmiddels 8:45 of zo en de zon is al lang achter de heuvels daar. Dus ja, dan is eigenlijk geen kans meer dat het nog mooi gaat worden, zeg maar. Dus helaas, het is wat het is. Maar op alle andere foto's die ik heb gemaakt, ben ik best wel trots. Zo met die fotografie erbij probeer ik meer inhoud in deze vlog te geven. Dus hopelijk vonden jullie het tof. En als dat zo is, laat dan een dikke vette like achter. Vergeet ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jou in de volgende video. Later.